In Lelystad en Flevoland zijn we op weg naar nieuwe energie. Dit betekent dat we energie moeten besparen en dat we over moeten stappen op duurzame energie. Maar wat doen ondernemers al? In deze aflevering vraag ik dat aan Marco Weernink in Lelystad. We staan hier bij jouw bedrijf, ja. Maar wat doet jouw bedrijf eigenlijk? Wij maken profielen voor de bouw, dak- en wandprofielen voor de buitenbekleding van bedrijfspanden. En als laatste maken wij ook nog onze eigen machines. En ik hoorde dat jullie ook je bedrijf hebben verduurzaamd. Wat hebben jullie allemaal gedaan? Weet je, ik ga het je even zien. Oké. We hebben hier de laad- en losafdeling. Hier worden alle profielen klaargezet voor transport naar de klant. Het pand eindigt hier, het loopt een 130 meter die kant op en het hele dak ligt vol met zonnepanelen. Het zijn er bijna 3000. Wat we daarnaast hebben is overal de LED-verlichting. Dit is in 2017 gebouwd en hier zijn we toen begonnen met de LED-panelen. En we zijn langzaam naar voren gaan werken. Dus daar, het hele pand is nu voorzien van LED-verlichting, ook in het kantoor. Dit hebben we geïsoleerd. Het pand is natuurlijk uit 1990 en we hebben het naar de juiste maatstaven van dit moment hebben we het geïsoleerd. Zorg ervoor dat de kou buiten blijft of de warmte binnen blijft. Waarom is het voor jullie zo belangrijk om te verduurzamen? Je bespaart er geld mee. De zonnepanelen die we op het dak hebben, die leveren geld op. We leveren heel veel terug. Wat we terugleveren, daar krijgen we geld voor. Maar het is ook voor het milieu is het goed. En zijn jullie nog bezig voor dingen in de toekomst qua verduurzaming? We gaan hopelijk voor het einde van het jaar een warmtepomp plaatsen, zodat we de gasmeter kunnen afsluiten. En we hebben nu nog heftrucks op gas rijden en die willen we ook aangepassen naar elektrische heftrucks. Ja, dat is wel heel erg mooi. En nou ja, er zijn natuurlijk best wel veel jonge ondernemers, maar vooral ook alle ondernemers die misschien ook willen verduurzamen. Heb je misschien tips of ideeën daarvoor? Laat je informeren. Kijk wat in je mogelijkheden behoort. Als je nu begint, dan kan je het stapgewijs doen. Maar begin, laat je informeren en doe dingen die in je financiële mogelijkheden behoren. Wil jij ook een bijdrage leveren aan de energietransitie in Lelystad en je bedrijf verduurzamen? Kijk dan voor meer informatie op de website van gemeente Lelystad of op de website van Energie Expertise Centrum Flevoland.